Een hele goede morgen. Welkom bij een nieuwe Ups & Down. Ik heb net Liam afgezet op schooltje en we gaan nu naar de winkel even lekkers halen voor als we hem straks ophalen. Juist. En ja, dat is wat we gaan doen. Even een stukje lopen en dan zijn we. Ik ben even naar de winkel geweest. Ik heb heel eventjes voor Liam en voor Jordi dadelijk als ik... Joef, ga weg daar! Weg! Ik heb dadelijk voor Liam en voor Jordi heb ik kaasstengels voor als we op de terugweg zijn. Ik heb nog een heel leuk weetje over mezelf. Iets wat ik altijd in huis heb, altijd, is snoep. Slecht, ik weet het. En nee, we snoepen het niet allemaal helemaal op, maar ik heb het altijd in huis. Ik ga jullie het even laten zien wat ik altijd heb staan. Tenminste, het varieert nog wel eens van de soort snoep, maar ik heb altijd wel iets staan. Zo heb ik eigenlijk altijd wel een pot met gewone snoep. Gewoon winegums-achtige dingen. En een pot met antaflu-achtige dingen, dus verkoudheidssnoepjes-achtig, dropjes, dat soort dingen. Ik heb ook altijd zoiets in huis. Die was nou op en ja, dan haal ik daar gewoon weer nieuwe. Deze zijn trouwens net als vroeger de Lange Jans. Ik weet niet of iemand herkent, maar je had Lange Jans. Ik weet dat ze nog bestaan hoor, maar je ziet ze bijna nergens meer. Maar Lange Jans en Fritella. Fritella lijkt hier ook op. Ja, dit is zeg maar, dit is Duits. Dit komt uit Duitsland eigenlijk. En ik heb altijd een hele bak met chocola. En die staat bij ons altijd in de koelkast. Er zit echt van alles in hoor. Je hebt er brood in zitten. Ik heb er ook nog meer in zitten. Deze. Ik heb er, even kijken. Deze in zitten. Deze krijgt Liam meestal. Achter eten. Dat vind ik zelf lekker. KitKat. Bounties. Deze heb ik altijd in de koelkast staan. En die is eigenlijk altijd wel gevuld. Het ding is ook gewoon, ik wil altijd, stel dat er kinderen op bezoek komen of je hebt ineens zin in iets. Of ik heb het ook wel eens door mijn gastric bypass dat ik ineens iets van suiker moet hebben. Nou, dan moet ik dat gewoon in huis hebben. Dus vandaar dat ik dat heb. En het is niet zo dat wij de hele snoeppot elke keer leeg vreten hoor. Want het is ook wel eens zo dat ik zoiets heb van, nou het staat te lang dus ik gooi het weg. En ja, dat gebeurt ook. Maar over het algemeen heb ik dit gewoon standaard staan. En dat weet vrijwel iedereen wel die hier is, dat ik altijd wel iets van een snoepje heb staan. Dus ja, dat is een weetje over mij. Ik heb altijd snoep in huis. Ook eigenlijk altijd wel chips heb ik ook altijd in huis. Maar ja, dat is ook niet iets wat je iedere dag eet, denk ik. Maar ik heb het in ieder geval altijd in huis. En ik heb ook nou... kerstkaarten gehaald. En dan denk je, Mandy, kerstkaarten, wie doet dat nog? Nou, ik ken genoeg oudere mensen die dit nog doen. Dus ik heb er gewoon een hele stapel gehaald. En wat ik dit jaar niet gebruik, gebruik ik volgend jaar weer. En dan ja, heb ik in ieder geval voor oud-ooms, oud-tantes, dat soort dingen allemaal. Die mensen. Heb ik kerstkaarten in huis, zodat ik een kerstkaart kan sturen. Dat vinden ze leuk. En ik doe dat graag voor oudere mensen die... een kerstkaart willen. Dus. En dan heb ik het wel voornamelijk over familie en vrienden en ouders van vrienden. En nou ja, in ieder geval heel verhaal. Doe verder niks mee, maar dat is wat ik doe. Sammy ligt lekker hier te spelen, want die verveelde zich. Jordi zit zijn filmpje te kijken. En ja, dadelijk weer Liam ophalen. Maar even nog een half uurtje spelen. Ja, het is gezellig zo, hè? Ja. Nu Liam natuurlijk naar school is, heb ik even tijd voor Sam. En ik ben hem aan het leren zitten. En tot nu toe gaat het eigenlijk best goed. En ik wil al heel lang met de locomotief spelen. En dan is Jordi toch daar. Dus... dan zijn we aan het oefenen. Oh, boom! Hey, lig je daar alweer? Alles ligt in bed. Tenminste, Sam ligt hier beneden in de box. Maar die was in slaap gevallen.
Maar ik wil toch dat hij aan een bepaald ritme blijft houden. Dus die heb ik even wakker gemaakt en een fles gegeven. Jordi is nog wakker. Maar die ligt lekker gewoon in bed. Gewoon lekker zijn eigen ding te doen. Ik ga even een broodje eten. En ik denk eten voor vanavond alvast maken. Dan ben ik er vanaf. Dus ja. Sam die ligt gewoon in de box te spelen. En ik ga eventjes op mijn kont zitten. Ik ben nou al moe. Maar het gaat verder wel goed met de kindjes. Goed open. Wow. Als hij Nou, de twee jongsten liggen lekker in hun nest. Hij gaat zo ook. Ja, mama houdt vast. En ze zijn in bad geweest. Ik ben met ze in bad geweest. Niels is eventjes naar de bouwmarkt toe. Want morgen gaan ze klussen hier boven op zolder. En ja, we gaan het zien. Dus dat. En verder... Hou dat niet pijn, joh. Ze doen nog zo'n bot op mijn voet. Maar ja, Niels is dus eventjes naar de bouwmarkt ervoor. Een hele goede morgen. Gisteravond heb ik nog opgeruimd. Zijn we naar bed gegaan. Ik heb lekker mijn onesie aangetrokken. Want vandaag wordt er geklust op zolder. En ja, moet ik eigenlijk continu voor de heren zorgen natuurlijk. Voor alle heren hier in huis. Niels heeft alles al zover leeg gemaakt. Er ligt hier allemaal hout. En ze gaan het huis isoleren. Dus ja, ik ga eventjes kleedjes voor de kinderen pakken. Mijn haren doen. Even sokken aandoen. En zorgen dat het allemaal klaar is. En dan hoef ik even niet meer boven te komen. Zoals jullie zien ligt hier allemaal hout. Dat heeft Niels gisteren gehaald. En beneden staan ook nog platenhout en... Ja, dat is gewoon hout wat ze nodig hebben. Maar ja. En mijn onesie had ik allemaal weer uitgewassen. Dus ik dacht bij mij, ik trek hem lekker aan. Oh, lekker. Dan kan ik in ieder geval lekker mijn eigen goed voelen in mijn onesie. En ik moet eigenlijk nog over straat. Dus ik ga lekker in mijn onesie rondlopen. Ik ben even met de drie kinderen naar de winkel geweest. Want de heren willen dadelijk worstenbroodjes eten. En ik persoonlijk vind dat ze daar de lekkere worstenbroodjes hebben. En ik ben nu fruitje aan het geven aan de kindjes. Liam die heeft zijn fruit al op. Die heeft een hele bak watermeloen met mandarijntje op. Mandarijntje heeft hij laten liggen, maar dat is niet. Alles slaapt nog. En ze zijn boven herrie aan het maken. Ze slapen overal lekker doorheen momenteel. Dus daar ben ik blij mee. Ik zit heel even rustig op de bank, want ik heb straks gelopen en ik merk gewoon dat ik lichamelijk gewoon op ben van de afgelopen tijd met hun ziek zijn. Dus als ze daar weer wakker zijn, dan ga ik weer dingetjes doen. En ja, voor nu prima zo. Ze slapen in ieder geval alle drie nog, dus mooi. Ze liggen ook alle drie in hun bedje. Is alleen maar goed. Dus ja, allemaal prima. Iets wat ik Sam de afgelopen dagen aan het leren ben, is dat hij zijn fles zelf vasthoudt. En dat hij lekker zelf kan tutteren op zijn fles. Want dat geeft mij vrijere handen om dingen te doen. Makkelijker ook 's morgens natuurlijk. Dus vandaar dat ik dit de afgelopen dagen aan het doen ben. Ik wil natuurlijk niet zeggen dat het elke keer perfect gaat. Want ik moet wel iedere keer even kijken. Maar ik weet dat de kinderen dadelijk allemaal wakker worden tegelijk. Want ik hoorde net Liam al kreunen. Ik ga zo even bij Jordi kijken. En ik ben ondertussen alvast bezig met het eten voor dadelijk. Dus ja,
Ik ben 101 dingen aan het doen. Ik kan niet alles tegelijk. Iedereen is wakker hier in huis. Lekker chippies. Ze zijn bugles aan het eten. Ik had kleine zakjes chips gekocht. Om voor Jordi ook verschillende texturen te hebben. Dat is belangrijk. En aangezien meneer lekker chippies eet. Ja, dan gaan we dadelijk even wat drinken. En dan is hij weer up-to-date. Papa, hoeveel jeuk heb je nou nog na het douchen? Geen jeuk? Perfect. Ja, want ik had van een collega een pak gekregen die ze in de spuiterij gebruiken. Ja. Het is over de driekwart geïsoleerd nu. Mm-hmm. Ja. Morgen ga je ermee verder, toch? Ja. Dus morgen gaat hij nog even isoleren. En de kindjes en wij hebben net gegeten. Wat hebben we gegeten, papa? Kapsalon. Kipkapsalon, ja. En we hebben Toetie op, zoals jullie zien, want er zit hier een baardmans. Nee, mijn vinger gaat niet in je mond, maar wel Toet, dat wel. En Roel is alweer naar huis. En dan ga ik daar even boven poetsen, of in ieder geval de vloeren doen, dat het weer schoon is. En papa gaat daar de kindjes doen. Dus ja, dan gaan de kindjes weer naar bed en dan ga ik hier beneden even aan de gang. Moet ook gebeuren. De kindjes liggen op bed. Volgens mij slaapt Jordi ook. Want er komt geen geluid vandaan. Dus ik hoop het. Is een beetje lastig. Nieuw is heel lastig. Ga weg, trilezel. Net waren we heel even aan het knuffelen. En dan was het... Ja, we werden nog net niet in onze kont gebeten door er. Hou op nou. Maar goed. Zoals jullie weten heb ik kerstkaarten gekocht. En ik had het er met Niels over en we waren het eigenlijk allebei wel over eens dat mensen tegenwoordig vaak ook alleen zitten met kerst. En ik zeg tegen Niels van, zullen we anders iets van een soort van actieachtig iets houden? We gaan er een video nog voor opnemen. Maar het komt er eigenlijk feitelijk op neer dat we 10 kerstkaarten willen sturen naar onze volgers. En ja, dat is eigenlijk een beetje wat we willen gaan doen. Kijk, als er 20 mensen reageren, dan doen we nog 10 kaarten. We gaan dan gewoon mensen uitkiezen. Verloten. Dus ja, dat is wat we willen doen voor kerst, voor onze kijkers. En ja, we vonden het eigenlijk wel een heel leuk initiatief. Mm-hmm. Omdat we ook vinden dat niet iedereen alleen hoeft te zijn... En ook dat we dankbaar zijn dat mensen ons volgen en ons bekijken. Ja. Toch? Dus bij deze. Maar er komt nog een extra video over online. Ik ga hier eventjes verder met opruimen. Jij gaat eventjes bij Jordi kijken. Ja. En ja, dan in de volgende dinges is dat weer... Zondag. Een hele goede morgen. Oh! Papa. Ze drinken hier allemaal lekker zelf een flesje. En wat gaan we deze zondag doen? Isoleren. En de zondag vieren verder. Straks moet ik even nog naar de winkel, maar ik denk dat ik dat pas doe wanneer de jongens op bed liggen. Dan kan ik heel even snel. Wat? Heb je een fles op? Je krijgt een fles naar iets van je overheid. Maar Jordi, je krijgt een fles van Jordi niet, hè? Jordi die drinkt gewoon lekker zijn eigen flesje. Ja. En Sammy die ligt daar ook nog steeds lekker. Ja. Je laat die ook met rust, hè? Ja. Nee, ik heb nog een nieuwe ring gekregen. Nee, hij gaat hem naar de keuken brengen. Tegen de keuken. Nee, over het algemeen komt je hem altijd naar me brengen dat hij op is en dat het klaar is. Maar nou... Sta ik niet in de keuken, waar ik normaal wel sta. Dus als papa naar de keuken toe loopt, komt hij hem brengen. Ja.
Mama. Nou, de kindjes weer beter zijn. Gaan we lekker samen ontbijten. Ja, ja, even wachten. Iedereen moet aan tafel zitten, vriend, voordat je mag. Dus we gaan lekker zondag happen. Oh, ik zweer het je, dit is irritant. Hou ermee op. Letter. Niels is boven nog steeds bezig. Jordi en Liam slapen nog. Ik ben eventjes, toen ze naar bed zijn gegaan, met Sammy naar de winkel geweest. Hé, Sammy? Zijn we samen naar de winkel geweest? Hé, knap vent. En Sammy heeft net ook nog even geslapen. Die is net wakker. Lekker stukje. Mama's ventje. Dus nou die wakker is, heel eventjes extra aandacht geven. Ja, nou is lekker eventjes rustig nog. Met die bemoeihals. Ik ben met Sammy aan het oefenen voor het zitten. Doen we oefenen? Ja, doen we oefenen, hè? Nee, niet touwtje pakken. Hier. Ik weet ook niet waarom, maar ik heb het idee dat Sammy iets sneller is als Liam. Jordi kan ik niet met iemand vergelijken, want dat is gewoon zo. Maar ik vind dat Sam toch echt wel sneller is, heb ik het idee. En dat is niet erg. Dat betekent sneller zelfstandig zijn. En dat betekent ook voor mama meer tijd voor andere dingen dan alleen maar zorgen, zorgen, zorgen. Dus dat is alleen maar positief. Hij slaapt er gewoon. Hij slaapt er gewoon. Als ze jou bijt, hè? Is jij de schuld, hè? Liam, haal je vinger eens uit zijn mond. Nee, 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 nee. Vinger uit zijn mond. Schiet eens op. Ga je nou proeven hoe dat hij proeft? Slimmer ik? Nee. Lig je lekker daar. Oh, doe je bellen? Naar wie doe je bellen? Ja. Doe je naar oma bellen? Zeg je tegen oma? Oma, ik steek de vinger in de mond van Sam. En je had zo te zien de bril van Jordi gepakt. Moet Jordi die op hebben? Ja? Oké, okay. Kijk, mama doet de bril bij Jordi op zijn neus. Kijk. Mama heeft de bril. Doe op de neus van Jordi. Zo. Klaar. Jordi weer blij. Toen zorgt Liam heel veel voor Sam en Jordi. En ik vind dat alleen maar geweldig mooi om te zien dat hij dat doet. En ik geniet daar elk moment weer van. Dus ja. Ik ben zo trots dat hij zo'n goed karakter heeft. Want het is echt gewoon puur uit liefde voor hem. Nou zitten ze ook weer samen. Ik zal even een stukje filmen. Niels, hoe ziet het er boven uit? Zilver. Ja, hoe ver ben je nou gekomen? De voorkant van het dak is klaar.
Mm-hmm. En nou moet aan de achterkant alleen nog de schuine kant. Oké. Okay. Dus ja, ik kan boven niet filmen nu en ik kan boven niet komen. Waarom kan ik er niet komen? Ja, er ligt de rotzooi. Ja, en dat dwarrelt ook glasvezel. Mm-hmm. Dat is niet echt gezond. En je hebt het ook een beetje afgezet, toch? Dat het niet. Ja, ik heb een zeiltje en trappengat gelegd. Dus, vandaar dat ik het niet kan filmen. Dus ik kan jullie er ook niet in meenemen. Dat kan pas als het klaar is en dat spul allemaal een beetje weg is. Mm-hmm. Dus dan doen we dat zeker. Maar voor nu gaat dat nog niet. Betekent ook, de kindjes liggen op bed, dat we deze ups en down af gaan sluiten. Ja. Een keer een ouderwetse ups en down. Dat is weer even geleden. Ja? Ja. Ik ben wel hartstikke moe. Maar ik ben zelf nog aan bijkomen van dat ze ziek waren. Dus maar bij deze... Ja, en je hebt ook een beetje een druk weekend gehad, want je hebt weinig hulp van mij gehad. Ja, klopt. Dat is ook zo. Meestal in de tijd dat Niels thuis is, ben ik weer een beetje aan het opladen. Maar ja, dat is dan niet gebeurd. Mm-hmm. En morgen gaat Jordi weer naar school, dus ik hoop dat ik dan een beetje kan opladen. We gaan het zien. Jordi is nog wel wakker, maar we gaan het afwachten hoe laat hij in slaap valt. Mm. Maar bij deze gaan we deze ups en downs dus afsluiten. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende.